Welkom bij Spakenburg Nu. Deze weekendeditie hebben wij de volgende onderwerpen voor u. Repaircafé, woensdagwandeling, de melksnor. Het Repaircafé bestaat inmiddels al een tijdje. Weet u wat het precies inhoudt en of het echt werkt? Hille ging erheen om zijn licht op te steken. We hebben hier een mysterie. We zijn een poging aan het wagen om de kap van deze stofzuiger te demonteren. Maar we hebben nog niet de oplossing. Hoe dat zou moeten. Dit is een stukje toverkunst van Philips. Om deze kap er zo op te maken dat wij hem er niet af kunnen krijgen. Wat is het probleem met deze stofzuiger, Shams? Gewoon doet het niet. Hij doet het gewoon niet? Nee. Wij proberen die kop af te maken. Uithalen. En dan kijken, stroom, waar is het probleem of iets anders, weet ik niet. Gewoon wie hem moet losmaken. Maar je krijgt een draadbreuk. Maar dan zullen we toch eerst deze kap eraf moeten krijgen. Ja. Dus we prutsen nog even verder. Ja, Anton... Repair café. Wat moeten we ons daar weer voorstellen? Dat is eigenlijk relatief simpel. Als je om je heen kijkt, dan worden er dingen gerepareerd. Dat is natuurlijk wel heel simpel gezegd. Maar de bedoeling is dat mensen hier naartoe kunnen komen. En dat een aantal specialisten kijken naar hun apparaat. En het maakt niet uit wat het is. Naar hun apparaat om te kijken of het nog gerepareerd kan worden. Dus voordat het weggegooid wordt, dat we het repareren. Het doel is eigenlijk om daar een klein beetje het milieu mee te helpen. Zodat we minder weg gaan gooien. Dat is de doelstelling. En het mooie is dat het eigenlijk twee kanten snijdt. Dat geldt voor mensen die gehecht zijn aan hun spullen. Dus niet direct weg willen gooien. Dat kan dingen zijn met een emotionele waarde. Maar het kunnen ook mensen zijn die gewoon niet zoveel te besteden hebben. En voordat ze nieuw gaan kopen, eerst even kijken of het gerepareerd kan worden. En het is altijd zinvol om te komen kijken hier. Want weggooien kan altijd nog. Ja. Nou heb ik bijvoorbeeld, ik noem maar even iets, in de huis, tuin en keuken, accessoires zeg maar, heb ik een boormachine. En die doet het niet meer. En dan denk ik, nou ik mik hem in de kliko of ik breng hem bij jullie. Is dat mogelijk? Altijd. Altijd eerst naar ons toe komen voordat je het weggooit. Weggooien kan altijd nog. Dat is het laatste wat we moeten doen, is weggooien. Nou, even in de verscheidenheid wat jullie binnenkrijgen. Hè? Wat krijgen jullie nu al zo gemiddeld binnen? Gemiddeld hebben we per week zo'n 15 tot 20, of per maand, sorry, 15 tot 20 reparaties. Waarvan zo'n 70% lukt en 30% niet. Dus dat zijn dingen die of we gewoon niet kunnen repareren, of zo ver versleten zijn dat het geen zin heeft. Of we hebben de onderdelen niet. We hebben hier geen onderdelen. Dus het kan best zijn dat wij dingen tegenkomen. We zeggen, nou, dat is wel te repareren. Maar daar hebben we onderdelen voor nodig. Dan geven we advies om die onderdelen te bestellen. Vaak kunnen we ook nog wel meegeven waar het besteld kan worden. En dan kunnen mensen de volgende keer terugkomen, zodat we het onderdeel kunnen vervangen. Maar het aantal reparaties, dat is heel divers. Dat kan zijn van een kopje lijmen waar iemand heel veel emotionele waarde mee heeft. En dat kan zijn een oud filmapparaat. Laatst hadden we iemand hier met een filmapparaat wat het niet meer deed. En relatief heel simpel. Er was gewoon een film in vastgelopen. Dus de meest diverse dingen krijgen we. Het is voornamelijk wel elektrische apparaten die wij hier binnenkrijgen. Maar ook fietsen. En er zijn ook mensen die komen met meubelstukken. Kastjes die uit elkaar gevallen zijn. Die we in elkaar mogen zetten. En dat betekent dat we dus eigenlijk alles kunnen. Nou, alles kunnen bekijken of het te repareren is. Maar we hebben hier een aantal mensen die gewoon gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld Martin is onze elektronica specialist. Die weet alles van elektronica. Shams is onze duizendpoot. Die kan eigenlijk alles aanpakken. Maakt niet uit wat er tegenkomt. En we maken deel uit van een landelijke organisatie. Eigenlijk internationale organisatie. Repair Café is een stichting. Die is opgezet. Op dit moment zijn er meer dan 1300 repaircafés op deze wereld. Waarvan de meeste in Nederland, maar Duitsland is nu heel erg in opkomst. En ook Frankrijk en Engeland komen steeds meer repaircafés bij. Dus het concept is in 2009 ontstaan door een mevrouw in Amsterdam. Amsterdam Oost, als ik me goed herinner, is ze daar begonnen.
met het idee van, god, nou, we gaan dingen repareren, weggooien. En per jaar wordt er zo'n, eigenlijk, kan je zeggen dat er zo'n 260.000 ton aan wereldwijd aan spullen bewaard worden. Dus die niet, of gerepareerd worden, dus die niet in de kliko of op de vuilnisbelt terechtkomen. Dus het zit echt wel zo dan de dijk. Het is niet zomaar, los van het feit dat wij het met z'n allen heel leuk vinden om dit te doen. Nou even van, waar kunnen zeg maar, ja, de Bunschoters, de Spakenburgers, waar kunnen ze hun spullen brengen? Nou, ze kunnen op de eerste donderdag van de maand kunnen ze met hun spullen komen naar de locatie op de Dieselweg. Dieselweg, dat is nogal wat verwarrend, omdat het al genoteerd staat als Dieselweg 29 en op de Dieselweg zelf staat nog 25. Volgens mij moet dat nummer ooit nog veranderd worden. Maar er staat altijd een hele mooie vlag voor de deur van het Repair Café. Zo'n banner waar mensen aan kunnen zien, zo'n strandvlag. Daar kunnen mensen zien dat we daar zitten. Er hangen ook posters op de deur waar mensen kunnen zien van, nou, daar zitten ze. Maar het is wel de bedoeling dat we dat, we hebben wel geleerd dat de laatste twee keer dat we hier geweest zijn, dat we de situatie wel duidelijker kenbaar moeten maken. Want we horen nog steeds dat mensen moeten zoeken waar we precies zitten. En helaas hebben jullie ervaring ook. Dat het lastig is om ons te vinden. Dus daar gaan we hard aan werken de volgende keer. Dat het duidelijk was. Maar we moeten vooral letten op de strandvlag die voor de deur staat van het Repair Café. Okay. En nog even de eerste donderdag van de maand. En de tijdstippen? Ja, dat is zoals, goed dat je dat vraagt. Het is van 1 tot 4. En als het zo doorgaat en dat het succes wat we nu hebben, dat gecontinueerd wordt, dan gaan we waarschijnlijk nog een keer in de maand aan de gang. Dat we twee keer in de maand open zijn. Maar goed, dat willen we nog even bekijken. We zijn nu goed een jaar bezig. En het slaat heel erg aan. We zijn heel erg blij met hoe het gaat. We vinden het is eigenlijk een succes. Oké, Anton, geweldig. En we wensen je uiteraard natuurlijk veel succes met dit werk. Dankjewel. En ik hoop dat jullie nog een keer langs mogen komen om Bunschoten te laten zien wat wij hier allemaal doen. Oké. Nou, we zien hier ook in deze ruimte een mevrouw achter een naaimachine. En de vraag is, mevrouw, wat doet u met uw naaimachine? Ja, en ik doe een naaimachine. Kleding maken en helpen voor mensen en ik repareren en korte broek en gordijnen kort en repareren rit en ja, ik help voor mensen en voor vrijwilligerswerk en voor belangrijk taal Nederlands spreken en ja, luisteren. Ja. Nou, u komt uit Colombia, heb ik begrepen. En hoe lang bent u al in Nederland? Ja, ik woon in Nederland al 10 jaar. 10 jaar en 4 maanden. Vindt u dit leuk werk om te doen? Ja, leuk. Ja, ja. Krijgt u verschillende kledingstukken binnen? Broeken, jassen of andere specifieke kleding? Ja, en kleding en gordijnen en misschien en kleding voor de bank of de stoelen. Ja, ja. Ja? Nou, ze praten hartstikke goed Nederlands hoor. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel, hè. Werknemers van Voestalpine en Flamco zijn deze week opnieuw in stakingen gegaan. De staking begon op woensdagavond om 23 uur en duurde tot vrijdagavond 22 uur 59. De reden is dat een CAO Metalectro nog steeds uitblijft. De wandeling voor senioren die elke woensdag vanaf Scala Medica van start gaat, is een succes. Woensdagmorgen was er weer een bijzonder moment. Wethouder Alice Kok,
Wat gaat hier gebeuren bij de wandelgroep? Nou, sinds september is een wandelgroep gestart vanuit Scala Medica, een dokter vanuit het fysiohuis. En allerlei mensen die wat problemen hadden, wat moeite hadden om in beweging te komen. En waarvoor het voor hun gezondheid heel belangrijk is om in beweging te komen. Die zijn met elkaar gaan wandelen op woensdagmorgen. En dat is eigenlijk een heel groot succes geworden. Ze zijn heel enthousiast, heb ik al gemerkt. Ze zijn heel enthousiast. De club groeit. Zoals het zo vaak in Bunschoten gaat als er iets gestart wordt. En mond-op-mond reclame is de beste reclame. Dus wat je ziet is dat ook de sociale contacten worden gestart. Dus het is iets wat aan twee kanten heel erg en gezond en buitenlucht en bewegen en sociale contacten. Dus zeg maar, ze voelen zich allemaal er heel tevreden bij. Want ze zijn er ook nu vandaag. Nu het in feite dat je dacht van is dit nu allemaal mooi weer om te gaan. Ze zijn er weer. En kijk, het zonnetje komt door. Ja. Hoe staat u met een cadeautje? Wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag is eigenlijk de arts in de opleiding die dit gestart heeft, het initiatief. Die neemt afscheid, want zij heeft haar opleiding hier afgerond, haar tijd hier afgerond. En we gaan haar bedanken met een klein cadeautje. En daarnaast ook de mensen van het fysiohuis, want zij gaan het overnemen. Dus het blijft voortbestaan en daar zijn we best wel blij mee dat dit soort mooie initiatieven zijn. En u gaat mee wandelen? Ik ga natuurlijk mee wandelen, want ik ben ook zelf een fervent wandelaar, dus ik ben blij dat ik even de benen kan strekken. Goedemorgen allemaal. Zoals elke woensdag is het weer stralend weer. Ik geloof dat jullie in vervolg meenemen op vakantie allemaal. Want dan heb ik altijd mooi weer. Maar het is vandaag een beetje een bijzondere dag. En dat is omdat de gemeente, de wethouder, heel graag wat aan de initiatiefnemers van deze wandeltocht wil melden. Dus ik geef haar het woord. Ja, dankjewel. Ik ben blij dat ik nu de wandelgroep, dat ik er een keer tussen sta. Want ik heb in september mijn best gedaan toen het van start ging om bij de start te zijn. Alleen was mijn agenda toen vol met vergaderingen. Andere momenten, dan zat ik in mijn kamer te werken en dan zag ik de wandelgroep onder het raam langskomen. En dan dacht ik, wat geweldig, zo'n grote club. Volgens mij is het een club die ook nog steeds groeit. Dus lof aan de initiatiefnemers, vandaar dat jullie ook hier even mogen staan. En ik zou heel graag naar voren willen hebben Gerda Keizer. En Lucinda de Graaf. En Marleen Offreins. Applaus voor deze drie dames die zeker in de maand januari nog als drietaal compleet zijn. Daarna, Marleen, dan mag jij je periode hier in Bunschoten afsluiten. Ja. Dank je wel voor het starten, voor elkaar krijgen. Dat er zoveel mensen op de been zijn. En het mooie is van wandelen, als je eenmaal voelt hoe lekker het is om een uurtje buiten te zijn, dat je dan steeds dat ook blijft doen. Ook al stormt het 's morgens, dan denk je toch, misschien is het om 11 uur wel droog. Nou, dat zie je, het zonnetje is er. Ik wou graag aan jullie een bloemetje geven. Ja, dus ik zie volgende keer. Dan heb ik een probleem met de microfoon. Dankjewel voor je inzet en vooral heel veel plezier met het verder lopen. Ja, dankjewel. Nou, jij gaat een stokje overnemen als het gaat om de leiding. Ook succes ermee. En Marleen, super bedankt voor de inzet hier. Ja, graag gedaan. Ik ben echt trots nog op deze opkomst. Ja, hè? Absoluut. Heel mooi, bedankt. En natuurlijk hoort er ook nog een klein Bunschoten aandenken erbij. Oh. Omdat, leuk. Je stopt met werken hier in Bunschoten, maar dit blijft dan als kleine herinnering. En nu loop ik lekker met jullie mee. Ik ga genieten van dit momentje buiten. Marleen Offreins, huisarts in opleiding. De opleiding is hier klaar. Hoe was het hier? Ja, ontzettend leuk. Het divers publiek, allerlei soorten mensen, hele mooie praktijk waar ik van alles heb kunnen leren. En initiatieven werden warm ontvangen. Dus ja, ik vind het echt jammer om weg te gaan hier. Ja. Nou, dat is mooi om te horen. Maar kijkend naar dit initiatief, het is alleen maar groter geworden. Hoe was dat om te zien dat het zo'n succes is? Tegen verwachting in, maar ontzettend blij mee, ja. Ja, dus ik heb aankomend jaar moet ik weer in het ziekenhuis in de psychiatrie. En het derde jaar van het laatste jaar van de opleiding weer in een praktijk. Dus wie weet dat er ook nog zoiets van de grond komt. Maar ik hoop het zo door te kunnen gaan met dit soort initiatieven. Nou, hartelijk bedankt en succes met de opleiding. Ja, bedankt. Thank you.
In het kader van Holocaust Memorial Day organiseert Kamp Amersfoort jaarlijks een lezing. Op 27 januari om 11 uur is het weer zover. Dan geeft Jan Dokter een presentatie over het Westerborkpad. Hoe het ontstond, wat hij onderweg tegenkwam en wat het pad met Kamp Amersfoort te maken heeft. Jan Dokter wilde met eigen ogen zien waar vandaan zijn familie is gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Hij besloot de route van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar Kamp Westerbork in Hooghalen te lopen. Dat inspireerde hem tot de aanleg van een nationale wandelroute, het Westerborkpad. Het pad is 336 kilometer lang, loopt langs de spoorlijn, telt 70 historische sporen en is 100% toegankelijk voor rolstoelen. Onderweg vind je ruim 60 historische locaties, zoals onderduikadressen, werkkampen en synagogen. Ook Kamp Amersfoort ligt op de route van het pad. Wilt u de lezing bijwonen, dan is opgeven een vereiste. Dat kan via info@kampamersfoort.nl. U kunt aansluitend deelnemen aan een rondleiding over het terrein van Kamp Amersfoort. Deze rondleiding start om 1:30 en duurt ongeveer 90 minuten. Weet u wat de melksnor is? Nee, wij ook niet. En daarom gingen we op pad. Ik sprak met Brigitte en Artine, medewerkers van Sherpa. Wat is de melksnor? De melksnor is een initiatief wat vanuit de gemeente is opgestart. Er is een onderzoek geweest bij de gemeente bij kinderen die met het vervoer buiten het dorp naar school gaan. En daar kwamen ze erachter dat er eigenlijk voor de kinderen die te goed zijn voor de gewone zorg en geen aansluiting kunnen vinden bij de gewone buitenschoolsactiviteiten zoals de sportvereniging of iets. En daartussen miste iets. En zo is er een pilot bij de gemeente gekomen om dit op te starten. En zo zijn we dit initiatief begonnen eigenlijk. Dus... En wat houdt het precies in, Artine? Het houdt in dat we allemaal leuke, gezellige activiteiten doen met elkaar op een ontspannen zaterdag manier. Dus alles mag en kan in principe. Kun je wat noemen? Nou, koken. Er zijn kinderen die vinden het erg leuk om wat te koken of wat te bakken. Dat is een activiteit. En lekker buiten spelen, voetballen, spelletjes doen met elkaar. Dat zijn de activiteiten die we hier zo al doen. En natuurlijk, deze locatie is super. Want we zitten dicht bij het zwembad. Daar gaan we ook nog wel eens heen. Hebben we van de zomer ook gedaan. En nou ja, we hebben hier buiten het schoolplein, daarnaast het gras. Dus ja, we kunnen alle kanten op met alle activiteiten. Het is al even begonnen. Hoe zijn de reacties? Eigenlijk wordt het heel enthousiast ontvangen door de kinderen die hier nu al komen. Ze komen graag en we doen verschillende activiteiten. En het mooie wat we zien is, omdat het ook om die sociale contacten ging, dat ze juist doordat ze hier elkaar ontmoeten en misschien al wel langer met elkaar in de bus zaten of elkaar nu op straat tegenkomen en zich elkaar begroeten en zeggen hey, ik ken jou en ja, meer die activiteiten samen oppakken. En wat je ook ziet is dat kinderen niet van elkaar wisten dat ze dicht bij elkaar woonden en nu samen op de fiets hierheen kunnen komen. Dus ja, zijn hele mooie ontwikkelingen die je ziet. Ja, want hoe belangrijk zijn sociale contacten wel, hè? Ja, die zijn eigenlijk het belangrijkste voor ieder mens. Ja. En vaak vallen deze kinderen, komen zo moeilijk in contact met andere kinderen en daardoor ja, is dit eigenlijk opgezet. Het is ook het voornaamste dat ze die sociale contacten opdoen. Mooi. Nou, één vraagje. Hoe komen jullie op de naam Melksnor? Ja, dat is eigenlijk heel leuk. We zaten met elkaar te lunchen en we hadden het erover van, nou, we kunnen deze zaterdagclub de zaterdagclub laten heten, maar laten we een leuke naam verzinnen. Nou, het kwamen er allerlei opties van uit de kinderen en nou, we zaten lekker melk te drinken en een aantal kinderen hadden een hele mooie melksnor en toen is de melksnor ontstaan. Hij is heel origineel volgens mij. Ja, naar mijn weten ook, ja. Ja. We vonden hem zelf ook heel leuk, speels en toch melksnor, de voeding, de sociale contacten die we daar dan in zagen. Dus ja, we vonden het een hele toepasselijke naam ook. Mooi gevonden. Dit is het gebouw van Sherpa, hè? Wat gebeurt hier normaal elke dag?
We hebben hier elke dag opvang voor volwassenen met een beperking. In verschillende niveaus. Wat ouder wordende cliënten en ook het ernstig meervoudig beperkte cliënten. Dus aan de andere kant hebben we een belevingsgroep en hier is meer de doelgroep. Die vangen we van maandag tot vrijdag elke dag op. En dat zijn cliënten die vooral hier in het dorp wonen, bij Sherpa en bij Jonge Wegers. En ja, daar bieden we activiteiten aan. En zodat ze ook een zinvolle invulling van de dag hebben. Hoeveel kinderen hebben jullie op de melksnor? Momenteel zijn er 6. Maar we hebben nog uitbreidingsmogelijkheid tot 12 kinderen. En we zijn nu 1 keer in de 2 weken open. En mocht er voldoende aanmeldingen zijn, is de mogelijkheid dat we meer open gaan. Dus dat het elke zaterdag wordt. Als mensen kijken en denken van dat wil ik ook voor mijn kind, hoe kunnen ze dat doen? Nou, ze kunnen zich aanmelden via, mag jij hem even invullen, Brigitte? Een mail sturen naar b.vandijk@sherpa.org. En dan nemen wij zo spoedig contact met ze op, zodat ze mee kunnen komen kijken, een intakegesprek, kijken wat het hier is. Ja. Ja. Ik wens jullie ook. Ja, ze kunnen natuurlijk ook op een zaterdagochtend langskomen om gewoon eens te komen kijken. De tijd? Van 9:30 tot 3. Maar om dan te komen kijken is wel het handigste om een uurtje in de ochtend te komen. Nou, ik wens jullie nog heel veel succes. Ja, ja, dankjewel. Het recreatiebad van Zwembad de Duker, inclusief bubbelbad en glijbaan, is in verband met een technische storing vanaf woensdag 9 januari tot nader order gesloten. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Via de website en via social media houdt de Duker u op de hoogte van ontwikkelingen. Dit was alweer Spakenburg Nu, met de volgende onderwerpen die u nog tot 11 uur kunt bekijken. Repair Café, woensdag wandeling, de melksnor en ook nog problemen bij de Duker. Om middernacht kunt u voor de eerste keer kijken naar Los op zondag. Het is daarna nog 5 keer te zien om 8, 11, 6, 9 en 11 uur. Maandag uit de oude doos. Dinsdag het vrije item. Miranda spreekt met Madelon Meester. Woensdag zijn wij er weer met Spakenburg Nu. Nog een heel fijn weekend.